Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik allen die deze dienst beluisteren van harte welkom. Vanmorgen gaat Anja Riesen ervoor. Kees Tekenteken speelt het orgel. En Jolanda Tuma speelt op haar sopraansax. Wij vieren in deze dienst en gedachtenis het delen van brood en wijn. De diaconie maakt voor deze zondag een bedrag over aan Vluchtelingenwerk Nederland. Vluchtelingenwerk behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, van binnenkomst tot en met de integratie in onze samenleving. Als onafhankelijke organisatie komt Vluchtelingenwerk op voor de rechten van vluchtelingen en asielzoekers en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Verder kunt u een bedrag overmaken aan de kerkrentmeesters voor het onderhoud van de kerk. Woensdag 10 maart is het biddag voor gewas en arbeid. En deze dienst zal voorgaan Jolanda Tuma. En Kees Tekenthee is ook dan de organist. Volgende week zondag 14 maart gaat Lieneke Buis voor. En is Kees Tekenthee weer de organist. We beginnen de dienst met het aansteken van de leeskaarsen. Daarna is er gelegenheid voor stil gebed, waarna we de liturgie zullen volgen. Ik wens ons allen een goede en gezegende dienst. Mensen hier en thuis. Ook vandaag bemoedigen we elkaar door te zeggen: onze hulp is en blijft de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij blijft trouw, altijd. Hij laat niet los wat zijn hand begonnen is. Bidden we samen: trouwe God, met heel ons reilen en zeilen komen we hier bij u.
Alles wat ons bezighoudt en in beslag neemt, we leggen het hier maar neer. Wil met uw genegenheid en mededogen naar ons omzien. Amen. De Heer zal bij jullie zijn. Tot uw goed God roepen wij voor mensen die zoeken naar zin en betekenis, maar die niet vinden. Voor mensen ook die alle zoeken al hebben opgegeven en die de moed opgaven en geen heil meer verwachten. Voor mensen ook die berusten, hun ogen sluiten en die bang zijn in deze tijd. Voor mensen die solidariteit weigeren en die niks van zichzelf durven verliezen. En we roepen tot u, Heer, ontferm u. Amen. Voordat we uit de Bijbel gaan lezen, wil ik jullie graag voorgaan in gebed. Heer, vandaag vragen wij, help ons zien. Zien wat ertoe doet. Zien wat onder onze ogen gebeurt en om een reactie vraagt. Richt onze ogen op het goede, op u. En we vragen u ook, houd uw ogen op ons gericht. Zie ons aan, met de ogen van genegenheid, met de ogen van een vriend. Wees gij vandaag ons licht. Amen. We lezen een fragment uit de profeet Jesaja, die in zijn profetie 3 liederen heeft staan, die gaan over een leidende knecht, een messiaanse gestalte die komen zal. Een van die liederen lezen we vanochtend. God de Heer gaf mij een vaardige tong waarmee ik de moedeloze kan opbeuren. Elke ochtend wekt hij mijn oor, zodat het toegerust is om aandachtig te horen. God de Heer heeft mijn oren geopend en ik heb geen verzet geboden. Ik ben niet teruggedeinsd. Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars. En wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan. Ik heb mijn gezicht niet verborgen toen ze mij beschimpten en bespuwden. God de Heer zal mij helpen en daarom word ik niet gekwetst. En is mijn gezicht zo onbewogen als een rots, want ik weet dat ik niet beschaamd zal staan.
Hij die mij recht verschaft, is nabij. Wie durft tegen mij een geding aan te spannen? Laten we samen voor het gerecht verschijnen. Wie is mijn tegenstander in deze zaak? Laat hij mij tegemoet treden. God, de Heer, zal mij helpen. Wie zal mij dan veroordelen? Tot zover. Die ons zo trouw begeleidt naar Pasen toe dit jaar. Ik lees het fragment uit Markus 10 uit mijn eigen Bijbel en dus niet uit de vertaling zoals die in het liturgieboekje staat. En daar lezen we het volgende. Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit. De leerlingen waren ongerust. En ook de mensen die hen volgden, waren bang. Hij nam de 12 weer apart en vertelde hun wat hem zou overkomen. Wij zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hoge priesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen en hem zullen uitleveren aan de heidenen. En die zullen de spot met hem drijven, en hem bespuwen en hem geeselen en doden. Maar na 3 dagen zal hij opstaan. Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeeus, kwamen bij hem en zeiden: Meester, we willen dat u voor ons doet wat wij u vragen. En hij vroeg hun: Wat willen jullie dan dat ik voor je doe? Ze zeiden: Wanneer u heerst in uw glorie, laat één van ons dan rechts van u zitten en de ander links. Maar Jezus zei tegen hen: Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken? Of de doop ondergaan die ik moet ondergaan? Ja, dat kunnen we, antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen: Jullie zullen de beker drinken die ik zal drinken en de doop ondergaan die ik zal ondergaan. Maar wie er rechts of links van mij zal zitten, kan ik niet bepalen. Die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze zijn bestemd. Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op Jacobus en Johannes. Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken.
Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen. En wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Tot zover. Wat een eigenaardig reisgezelschap beschrijft Marcus. Ze zijn op weg naar Jeruzalem, staat er. Ja, iedereen is op weg naar Jeruzalem natuurlijk. Want het duurt niet lang meer en dan zal het Pasen zijn. En dan zal er in volle gloria uitbundig feest gevierd worden. Vrolijke pelgrims allemaal, onderweg. Jawel, behalve dan dat clubje rond Jezus. Dat opgaan naar Jeruzalem, zo lijkt het, heeft bij hen helemaal niks feestelijks. Eigenlijk vallen ze behoorlijk uit de toon. Ze lopen er aangeslagen bij en er ligt een soort beklemming over hen, alsof er onheil nadert. Wat hangt er toch in de lucht? Jezus legt het ze uit, opnieuw. We zijn op weg naar Jeruzalem. De mensenzoon wordt uitgeleverd. Ze zullen hem ter dood veroordelen. Ze zullen hem bespugen, geeselen en uiteindelijk doden. Met andere woorden, zijn weg die ze samen hebben afgelegd in de afgelopen jaren zal dus uitlopen op een lijdensweg. Kijk, de discipelen die hielden van hem. Die hebben alles voor hem in de steek gelaten. Dus dat is een angstaanjagende gedachte. Daar sluiten ze zich voor af. Ik dacht misschien dat Jezus het daarom opnieuw met ze bespreekt. Voor de derde keer al in dit evangelie. Kennelijk kost het tijd en geduld om die bittere boodschap tot je toe te laten. Jezus probeert het hen wel uit te leggen. Wat gebeurt er met een mens die consequent de weg van de Torah wil gaan, de weg van de liefde? Jezus kent zijn Bijbel natuurlijk. Hij wist wat Jesaja daarover schrijft. Wie consequent vanuit liefde leven wil, die zal weerstand ondervinden. Sterker nog, die zal door de mensen uitgespuugd worden. Dat wordt een lastpak waar je korte metten mee moet zien te maken. Hoe komt dat toch elke keer weer? Het klinkt zo paradoxaal. Iemand die de weg van de liefde gaat en al die weerstand. Misschien is het wel dit, dat een mens die dat echt probeert uit liefde te leven, dat hij daarmee ook veel hypocrisie om zich heen ontmaskert. Dat hij als het ware ook de liefdeloosheid blootlegt, die er natuurlijk ook is om je heen. En dat wordt je niet in dank afgenomen. En toch geloof ik heilig dat de weg van de liefde de enige begaanbare weg is. De enige weg voor een mens die de moeite waard is. Die bevestigd zal worden. Die recht doet. En die menswaardig is. Ik geloof niet zo heel veel, maar dit geloof ik echt. En dus zegt Jezus er ook nog een zinnetje achteraan. Hij zegt het bijna achterloos. In een heel laconiek regeltje. Maar na 3 dagen zal hij opstaan. Het staat er zo losjes achter. Het is alsof het bijna vanzelfsprekend is. Het lijkt wel een grap. Maar dat andere wat hij zei, dat over dat lijden, komt daar wel door op een ander plan te staan. Want lijden is dus niet het laatste wat er over die weg van de liefde te zeggen valt.
Zouden de leerlingen dit begrepen hebben? Zien ze wat hij ze wil laten zien? Zien ze dat de bevestiging van die weg nooit betekent dat je het lijden dat eraan vooraf gaat zomaar weg kunt schrappen? Zien ze dat de heerlijkheid uit den hoge nooit los verkrijgbaar is van het lijden in den lage? De weg van de Messias heeft onherroepelijk lijden tot gevolg. Maar dat is niet omdat de Messias een masochist is die naar lijden verlangt. Maar juist omdat hij trouw wil blijven aan zijn God en aan zichzelf. En op dat punt geen enkel compromis wil sluiten met de wereld om hem heen. Juist daarom is een botsing met die wereld en het kwaad wat daarin is onvermijdelijk. Liefde leidt. Onherroepelijk. Ik denk dat iedereen die werkelijk lief heeft, dat ook weet. Als we iets geleerd hebben van wat ons in onze traditie wordt aangereikt, en als we dat ook willen omarmen en willen in de praktijk brengen, durven we dat dan onder ogen te zien, dat het gaan van de weg van de liefde niet leuk is. Of makkelijk. Dat offers van ons vraagt. Kunnen we dat innerlijk aanvaarden dat dat zo is? Ik denk het wel. Liefde kan pijn doen. En toch kun je niet anders. Er zit iets onontwijkbaars in. Hoe het ook zij, Jacobus en Johannes hebben het woord opstaan nog niet gehoord of ze schieten naar voren. Alsof ze dagenlang op dit moment hebben zitten wachten, lijkt het wel. Ze zien hun kans schoon. Meester, we willen dat u voor ons doet wat we van u vragen. Wat willen jullie dan dat ik voor je doe? Het is niet de enige keer dat Jezus iemand deze vraag stelt. Wat wil je dat ik voor je doe? Ik heb het al ook wel eens eerder over gehad, over deze vraag, in een andere viering. Want ik vind het een hele intrigerende vraag. Wat zou je daar nou zelf op antwoorden als jou dat gevraagd werd? Wat wil je dat ik voor je doe? Ik heb een beetje veldonderzoek gedaan, zo links en rechts. En de een zei, nou, ik zou vragen of ik zou kunnen leren leven vanuit vertrouwen, zodat ik eindelijk innerlijk eens een beetje rust vind. En een ander zei, ik zou vragen of ik zou mogen leren om een wijs mens te worden, net als koning Salomo. Ik denk als je zoekt naar een antwoord op die vraag van wat wil je dat ik voor je doe, dan kom je in contact met jouw verlangen, het verlangen wat in jou huist. En daarom is het zo'n mooie vraag. Het is een vraag die je dicht bij je kern brengt. Want wie zich bewust is van wat hij ten diepste verlangt, heeft daarmee ook een soort richtsnoer in het leven. Je weet waar je graag naartoe zou willen. En dat geeft een soort richting aan je bestaan. En zelfs als je dat doel nooit zou bereiken, zelfs als dat verlangen nooit vervuld zou worden, dan nog is het de moeite waard om daar naartoe op weg te zijn. Hoe dit ook zij, Jacobus en Johannes weten het antwoord op die vraag heel goed, onmiddellijk. Ze hoeven er geen seconde over na te denken. Ze willen ere plaatsen, straks. Straks als Jezus in zijn glorie is, staat er. Daar anticiperen ze dan maar vast op. Alsof er geen lijden aan vooraf gaat. In eerste instantie reageert Jezus afwijzend. Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker van mijn lijden drinken? Kunnen jullie de doop van mijn dood ondergaan? Ja, dat kunnen we. Ja, zeker. Als je dan even verder bladert in datzelfde Marcus-evangelie, dan lees je daar, als Jezus inderdaad gevangen genomen is, toen lieten allen hem in de steek en vluchtten weg. Allen. Ja, dat kunnen we.
Alsof hij in de toekomst kan kijken, bevestigt Jezus hen daar ook in. Hij zegt, jullie zullen mijn beker drinken, jullie zullen mijn doop ondergaan. En van Jacobus weten we dat hij inderdaad door Herodes Antipas gevangen genomen is, gemarteld en uiteindelijk onthoofd. Zo heeft hij inderdaad de beker van het bittere lijden tot op de bodem leeggedronken. Van Johannes weten we dat niet. Maar dat zitten aan de linker of de rechterhand, dat te bepalen is niet aan mij, zegt Jezus. Ik dacht bij mezelf, wanneer zouden nou Jacobus en Johannes de dwaasheid van hun vraag hebben ingezien? Over die ereplaatsen, links en rechts. Ik vraag me af wat ze gedacht moeten hebben toen ze daar uit de verte Jezus aan het kruis zagen hangen met die twee gekruisigde rovers naast hem, links en rechts. Hebben ze toen teruggedacht aan dit moment? Intussen, die 10 andere discipelen, die krijgen in de gaten wat Johannes en Jacobus aan het bekokstoven zijn. En die worden hartstikke kwaad. En ze concurreren met elkaar. Ho, 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 ik eerst. Maar dan verwijt Jezus ze niets. Dat vind ik juist zo mooi. Hij gebruikt deze gelegenheid om het met ze te hebben over macht. En de manier waarop die uitgeoefend wordt. Macht, hoe die uitgeoefend wordt om met Lineke te spreken in het Koninkrijk der Nederlanden. En macht zoals uitgeoefend in het Koninkrijk der Hemelen. Daar zit nogal een verschil tussen. Hoe dat normaal onder ons mensen toegaat, beschrijft Jezus in dit stuk tot 2 keer toe. Met een werkwoord dat het voorvoegsel kata heeft. En dat betekent naar beneden. Dus wij zijn gewend aan een soort machtsuitoefening die andere mensen naar beneden drukt en klein maakt. Zo werkt macht. Ik boven en jij onder. Ik hoog, jij laag. Ik eerst en dan een hele poos niks en dan jij. Kijk om je heen en je ziet dat alle wegen, overal, in de verdeling van rijkdom, van voedsel, van scholing, van vaccins. Ik hoef daar eigenlijk niet veel aan toe te voegen. Nou, het Koninkrijk der Hemelen kent deze competitie niet. In dat rijk gaat het erom dat je zoekt wat jouw plaats is, waar jouw leven zich afspeelt en wat die plaats voor jou inhoudt als opdracht. Kijk, ons leven speelt zich hier af op het Groninger platteland, in deze tijd, met de problemen die er aan alle kanten zijn. In het kleine en in het grote, met de mensen die daarbij horen. En ook met de mogelijkheden die ons daarin gegeven zijn. Dat is onze plaats. En daarin is onze levensopdracht te vinden, op die plaats. En dan maakt het niet uit of je advocaat-generaal bent bij de Hoge Raad, of schoolmeester, of pensionado, of noem maar op. Dat doet er niet toe of die plaats hoog of laag is. Dat is in het rijk wat Jezus vertegenwoordigt. Niet het criterium. Dienen is dat je jouw opdracht, die jouw plaats met zich meebrengt, dat je die op je neemt en dat je daaraan werkt. En dat heeft te maken met een levenshouding die erop uit is de ander niet klein te maken, maar groot op te bouwen. Dienen, dat is niet iets slaafs, iets kruiperers, onderhorers, braaf. Dienen, dat is dat je iemand geeft wat hij nodig heeft om mens te zijn. En wat dat betekent in een concrete situatie met mensen, wat mensen nodig hebben om mens te kunnen zijn, daar kun je heel gesprek met elkaar over voeren. Dat zou je gewoon per mens moeten bekijken. Maar iemand geven wat hij nodig heeft om mens te zijn, daar zit niks vernederends in dat soort dienen. Zo kunnen ouders met kinderen omgaan, of een leermeester met zijn leerlingen. En zo heeft Jezus de mensen gediend. Geven wat wij nodig hebben om nu mens te zijn. Ik denk dat wij op deze manier iets voorgeleefd krijgen, wat ons werkelijk bevrijden kan
van al die dwangbuizen waarin we vaak met elkaar gevangen zitten en waarin we ook vaak onszelf gevangen houden. De dwangbuis van steeds maar uit zijn op eigen macht ten koste van anderen. De dwangbuis van het voortdurend maar alert zijn of je wel gezien wordt, of de mensen je wel in de gaten hebben. De dwangbuis van onze ik-cultuur met zijn doorgeschoten individualisme. Als je dat allemaal goed doordenkt, dan word je er duizelig van. Amen. Deze eerste zondag van de maand gedenken we het avondmaal, wat we gewend zijn normaal hier in een kring in het koor met elkaar te vieren. Als symbool daarvan staan op tafel de lege broodschaal, de lege beker en de lege wijnkan. Wat is dat eigenlijk, gedenken? Gedenken is niet hetzelfde als herdenken. Gedenken is eigenlijk een drieslag. Je denkt terug aan wat er gebeurde. En dan trek je dat gebeurde naar het hier en nu. En laat het gelden in het hier en nu van ons leven.
En dat doe je met het oog op de toekomst. Dus wij gedenken nu hoe Christus zijn leven en zijn liefde uitdeelde aan zijn leerlingen. En we laten in ons hart toe dat hij zijn leven en zijn liefde nu uitdeelt aan ons, hier en nu. En dat wij daarom ook en van daaruit ons leven hier met elkaar delen. Daarom horen we bij elkaar. En dat doen we met het oog op de tijd waarvan we hopen dat hij komen zal. Dat koninkrijk van liefde. Die droom van vrede en goedheid. Natuurlijk missen we elkaar op dit moment. En dat gemis, dat herken ik in een verhaal wat in de Bijbel staat over twee mensen die dat gemis en verdriet ervaren, maar die dat te boven komen. En dat verhaal zou ik jullie graag willen voorlezen nu. Het staat niet in Marcus, het staat in Lucas. En daar lezen we dit. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaus heet en 60 stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. En terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hun: waar lopen jullie toch over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Cleopas heette, antwoordde: bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? En Jezus vroeg hem: maar wat dan? Ze antwoordde: wat er gebeurd is met Jezus uit Nazareth, een machtig profeet in woord en daad, in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en hem laten kruisigen. En wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar intussen is het al de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben een paar vrouwen uit ons midden ons in de war gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet. En ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen en de engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen: hebben jullie dan zo weinig verstand en zijn jullie zo traag van begrip dat je niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? En daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond en hij begon bij Mozes en de profeten. Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en ze zeiden: blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. En toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. En daarop zeiden ze tegen elkaar: brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot. Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de 11 en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden: de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. En de twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.
Laten we onze gebeden doen. Ik zou willen voorstellen om het dankgebed, waar we altijd mee beginnen, dat een stil gebed te laten zijn. Laten we in stilte hier en thuis God danken voor het goede dat er in ons leven is. En daarna zullen we samen voorbeden doen. Laten we bidden. En doen wij samen voorbeden. God, we bidden u voor de mensen die in dit tijdsgewricht alleen zijn, zonder een ander naast zich, die niet getroost worden of bemoedigd of gekust. En voor de kinderen die bang zijn, de jongeren die lijden aan hun isolement en die zo verlangen naar plezier en naar elkaar. En we bidden u voor wie oud is en iemand aan de dood verloor. Voor de zieke die geduld moet leren in het proces van herstel. En voor wie mantelzorger is en nauwelijks adempauze heeft, die al zijn of haar liefde geeft. En voor wie zijn werk of bedrijf dreigt kwijt te raken. Hoe moet dat nu verder? Ach. Voor ons allemaal bidden wij u, oud en jong, groot en klein. Ontferm u, Heer, en wees nabij. Vatten we al onze gebeden samen. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. En vergeef ons onze schulden, zoals wij ook hebben vergeven wie ons niet schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de kracht en de majesteit tot in de eeuwigheid. Amen. Het is nu tijd voor de dienst van de gaven. Betty heeft daarover verteld. Wij kunnen dat digitaal doen.
Hoe dan ook, wat er ook gebeurt, je mag je gedragen weten door de zegen van God. De levende zegene jullie en hij behoede jullie. De levende doet zijn aangezicht over jullie lichten en zij jullie genadig. De levende verheffen zijn aangezicht over jullie en hij geeft je vrede. Zegen ons en behoed ons. Doe lichten over ons uw aangezicht en wees ons genadig. Zegen ons en behoed ons. Doe lichten over ons uw aangezicht en geef ons vrede. Amen. Thank you.